buikspieren aangespannen. Schouders naar achter. Heel mooi. Yes. Oké, luister. Step touch naar rechts. Stap en tik. En je weet het, hè? Ja. Lekker aansluiten. Grote passen nemen. Ja, we doen niet van die luie passen. We doen lekker een grote. Perfect. Hartstikke goed. Zit eerst je hakken neer. Je rolt af naar de bal van je voet. Goed. Buikspieren aan. Schouders naar achter. Borst is op. Oké. Kijk naar mij. Je duwt hem voor. Die derde bent is niet te hoog. We zijn namelijk bezig met de warming-up. We willen nog even niet boven schouderhoog te werken. En boven zijn licht gebogen. Trek je derde bent naar je borst. En duw hem uit, in en uit. Dus naar je borst, op je borst en rustig uit. Wat is hier de truc? De truc is dat je zowel bij de opgaande als de neergaande beweging spanning op het elastiek houdt. Ja? Drie keer in. 1, 2, 3 en 1 keer terug. 3, 2, kom maar terug. Dus je houdt spanning op het elastiek ook als hij hier is. Ja, dus hij wordt niet slap zoals dit. Maar je houdt er spanning op. Goed zo. En lukt het niet in 3, je mag het ook enkel. Dat maakt niet uit, hè? Oké. Rust. Ja. Kom maar laag. En naar achter. Daar de bent, mag achterlangs, dus achter je rug, houd je handen bij je borst. Are you ready? Push hem voor. Voor en terug. Ook hier weer handen onder schouderniveau. Op en terug. Ben je daar? In drieën. Kom maar. 1, 2, 3 en een keer terug. Kom maar op. Yes! Goed hoor! Op 4. Terug. Nog 3. 2. En de laatste. Oké, rust. Voel je hem al? Ja, we gaan weer omwisselen. Oké, dit keer gaan we ietsjes hoger. Ja, ongeveer ter hoogte van je voorhoofd. Lekker opwarmen. Trek hem in. Single. In en terug. Mooi. Niet hoger dan je voorhoofd, hè. Je spant die armen. Je voelt ze bij je schouders. Want train vooral dit gedeelte aan de achterkant. Je kunt die diamond zo strak meepakken als je zelf wil. Hoe langer, hoe lichter. Klein, 3, 2. Rustig terug. Netjes. Ja hoor. Laatste ronde. Enkel tempo voor 8, 7, 6 en 5. 4 nog. 3 nog. En de laatste doen we weer. Achter je rug. Let's go. Hou hier. Handen zijn bij die borst. We gaan naar voor. Voor en terug. Goed zo. Hou vol, hè. Netjes hoor. Duw naar voor. Op 4. 3, 2. In 3, dat is de laatste. 3, 2. En rustig terug. Mooi. Nog 2. Rust. Yes. Oké. 1 slokje water. We zijn nu in beweging. Dus niet stoppen met bewegen. High knot. Ja? 1 slokje water en de warming up. En dan gaan we beginnen met de training. De dag van de compound oefeningen. En wat
is dat een compoundoefening? Wat is dat voor armen en benen tegelijkertijd trainen? Hij mag onder je rechtervoet. Je been komt opzij. Ga straks de arm meenemen. En dit geeft ook een heel pittige training op je buik. Zullen we? Armen zo. Ja, want doordat we die armen en die benen tegelijk bewegen, moeten we die buikspieren aanspannen en die rug ook. Ik wil dubbel tempo. Goed zo. Dan houd je elleboog in je zij en hier span je een klein stukje aan. Dit is best een pittig oefeningetje, dat weet ik. Oké, we gaan naar achter. Enkel tempo. Ja, en nu voel je dat je eventjes weer je evenwicht moet zoeken. Heb je het nodig om je voet even voor te zetten? Ja, of even neer te zetten? Dat is niet erg. Kleine stukjes achter. Probeer die hele bewegingsuitslag te maken. Ja, spanning op je buik. Je voelt dit in je stambeen ook, hè? Dat is normaal. Ja, die moet werken hoor. Oké. Rust, zet neer. Alleen maar die arm. Keurig. Been krijgt even rust. Vier nog. Drie nog. Twee nog. Rust. Oké, nu krijgt het arm even rust. Andere kant. Je houdt hem hier. Ja. Wat belangrijk is, is dat je niet gaat hangen hier. Maar dat je je heupen in één lijn met je schouders beweegt. Been is opzij. Even je evenwicht zoeken. Flex je voet, span je buikspieren aan. Schouders naar achter, je hand mag in je zij. Als je het nodig hebt, zoek gerust een steuntje. We gaan die armen meenemen. Hele bewegingsuitslag. En dat betekent dat die echt van je heup tot je schouder is. Helemaal omhoog en terug. We gaan straks dubbel tempo. Are you ready? Span die buikspieren. Elleboog is in je zij. Zullen we weer? Enkel tempo. Aan moven. Ja. Nou, we zijn zeker lekker aan bewegen. Vergeet niet hem helemaal laag te duwen, hè? Ja, en nu wordt het best pittig, want nu moet mijn been naar achter, maar die arm gaat door. Ja. En nu voel je dat je lichaam echt keihard moet werken om dat evenwicht te behouden. Het is allemaal compound dit. We trainen over meerdere spiergroepen, kleine stukjes. Heb je je elleboog hier? Ja, je mag wel been pakken. Dat is hartstikke goed. Zet je voet neer, ga door met je arm en kom tempo. Goed zo. Ik wil er vier nog. Drie nog. Twee. De laatste. Gaat alles goed? Oké, luister. We gaan even rustig naar achter tikken. We gaan straks een combinatie weer maken van benen en armen. Ja. En dat is de rode draad door onze training vandaag. Ja, compound oefeningen. Dat betekent armen benen tegelijkertijd. We doen een groot beroep op dat koor. Oké, luister goed. Halveer je tempo. Naar achter. Hou je hak van de vloer. Kun je laag? Yes. We gaan omlaag. En die is loodrecht omlaag in een hoek van 90 graden. Rechterbeen blijft achter. Laag en terug. Pak je duimpunt in je linkerhand. Oké, ga je mee? Omhoog en terug. Yes. Perfect. Je houdt je elleboog op één plek. Dat is belangrijk. En waarom? Ja, we willen die achterkant trainen. Dus we moeten die arm strekken. Straks een snelle wissel maken. Eerst die benen, dat is het belangrijkst. Die armen die komen vanzelf. Zet je voet voor. Armen laag en terug. Pak je duimpunt in je rechterarm. Ga je mee? Goed zo.
reset. Gaat dat goed? Mag je nog een slok? Ja, mag dan. Moest de airco in jouw woonkamer? Lekker koel? Cool? Nee. Ah, zo, oké. Okay. Ja, ben je nog weer klaar? Voor een stukje, compound. Tenen naar buiten, wat gaan we trainen? Binnenbeweging. Duw je billen laag, klein. Span je buikspier aan. Schouders zijn boven je heupen. Aan als je opkomt.
je mee? Combinatie. Kom maar. Op. En duw uit. Oefening 2. Kom maar. Rustig op. En terug. Span die buikspieren aan. Perfect. Kies van je borst. Hou vol. Goed zo. Ik wil er 4 nog. 3 nog. 2 nog. Oefening 1. Kom maar. En uit. Laatste 8.
7, 6, 5. Kom maar, nog 4, 3, 2, rust. Oké. Deze. Mag om je benen. Ja? Je mag op je elleboog komen en op je heup. Als je net op 2 wil, kom je hier. Strek je benen uit. Zijkanten, maar ook dit is een pompoutoefening. Ja, want we strekken dat heen, maar hier trillen we de zijkanten. Oké, verdubbel tempo hoog. De zijkanten, de medius. En hier trillen we de schouderbuikspieren en de taille. Goed zo. Trek je knie in. Precies hetzelfde. Elleboog komen naar
toe. Hou vast. Binnen. Ja. Oké, kom zitten. Rechts, kom maar. Pal. Ja. Korte serie. Kom maar naar achter. Netjes, netjes. Benen omhoog. Spanning op de buik. Perfect. Hou vast. Hier. Allerlaatste. Benen. Op en neer. Vol vier. Nog drie. Twee. Rust. Oké. Nou. Ietsje. Proost. We gaan even een rondje planken. Daarna gaan we omhoog met nog meer oefeningen. Het gaat helemaal goed komen. Oké. Luister. We komen in een plank. Ik heb verschillende levels. Level 1, ellebogen. Onder je schouders. Level 2, knieën naar achter. Billen laag. Level 3, hou hem vast. Op elk gewenst moment mag je terug naar alle andere levels. Hou hem vast. Schouderbladen naar elkaar toe. Duw jezelf omhoog. Hoofd is in het verlengde. Luister, been op je knieën. Of op je heupen, we draaien allemaal naar de zijkant. Deze mag dus ook op je knieën, of op je heupen. Hang op. Goed zo, dit is een startplek. Als je op je knieën bent, of op je heupen, duw je ook je arm naar voren. Ja, trek hem in. In en terug. Naar het midden. Hou vast. Spanning op die buik. Je mag die knieën mee omlaag bewegen. Oké, we komen naar de zijkant.
lekker. Ja, weet je wat het is? Ik heb nog twee series van oefeningen voor je. Ja, en je mag beginnen met je dynamen te pakken. Deze. Die gaan wij gebruiken in combinatie met beenoefeningen. Dus hij is hoog. Trek hem in. Goed zo. Dus je trekt hem in en terug. Deze hebben we al een paar keer gedaan, hè? Ja. Netjes. Onthoud deze, hè? Goed zo. We gaan straks alleen maar met het rechterbeen werken. Ja? Kom maar, oké. Rechterarm is hier, je pakt hem achter. Rechterbeen is naar achter. Ben je er klaar voor? Ja, hè? Are you ready? Kom maar. Laag. Oké, alleen maar rechts. Straks komt links aan de beurt. No worries. Yes. Rechterbeen. Je duwt je arm uit. En dat mag in één lijn als je elleboog maar niet beweegt. Zwaarder. Goed zo. Je duwt hem achter. Je mag hem ook achterhouden. Als je zegt, nou, ik voel het zwaar genoeg eigenlijk. Luister. Haal achter en maak hem klein. Goed zo. Duw op tempo. Perfect. Straks gaan we met het rechterbeen opzij squatten. Are you ready? Squat opzij. Laag en terug. Oké. Handen mogen vooralsnog in je zij. Je billen komen naar achter alsof je op een stoel komt zitten. Je armen zijn hier. Trek in. Yes. Vier nog. Drie nog. Twee. Drie keer laag. Drie. Twee. En eentje op. Nog een keer. En de laatste. Rust. Deze. Mag naar achteren. Ja, we gaan eerst die armbeweging even oefenen. Hij is hier hoog op je rug. Je duwt hem voor. En terug. We doen nog vier keer. Vier. Drie. Twee. Oké. En weer meer. Ja. Linkerbeen is naar achter. En dan gaan we. Dus links, links. Zet je erbij. Goed zo. Dubbel trippel, hè. Hou hier. Omhoog. En de
Je roteert echt die schouders richting die knie. Ga mee? Kom maar naar voren. Voor. Hou hem hier. Ja, kom laag. En omhoog, wisselkant. Duw hem weer omhoog. Oké, daar gaan we. Yes. In. Alleen maar rechts, hè? Goed zo. Knieën zijn bij elkaar. Trek je knieën naar achter. Doe je heup terug naar voren.
Zak van je been. Voor. Kom laag. Netjes. We gaan voor 4. We gaan voor 3. We gaan voor 2. Hands. Knieën bij elkaar. Trek naar achter. Zak omlaag. Perfect. Duimen naar achter. Ellebogen liggen boven. Je komt naar achter voor de stretch op je dijbeen. Goed. Oké. Naar buiten. En recht. Stretch je in de onderrug. Je komt laag. Doe je heupen.